De zon er bijna door, hier op de camping bij Sumar. En achter mij een strandje wat nog leeg is, maar dat zal de komende dagen anders worden. Zaterdag wordt een top zomerdag en begin volgende week is het net niet net wel. Nou ja, laat ik het maar op een rijtje zetten. Allereerst vanavond misschien nog een buitje. Voor de rest wint de zon ook terrein. En dan de komende nacht mist in het noordoosten, oosten en zuidoosten van ons land. Misschien wel dichte mist, ook elders kan nevel of mist ontstaan. Het klaart wat op, het blijft vrijwel droog en de temperaturen 11 tot 15 graden. Dan de wind, die komt uit het westen tot zuidwesten en die is zwak of matig. Morgen wordt een dag met de zon erbij: een zomerdag met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Dus een warme dag. Geen hoge temperaturen, maar wel een lekker weertype. En de wind die komt morgen uit het westen is zwak of matig. Morgenavond nog buiten zitten met de zon erbij en dan op naar zaterdag. Ik zei het al, dat wordt een top zomervakantiedag. Het wordt een dag met eerst heel veel zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog. Temperaturen 22 tot 25 graden. In het zuiden dus 26. Ja, de wind uit zuid tot zuidwest en dat merk je dan ook aan de temperatuur, die is zwak of matig. In de avond nog warmte, in de nacht 15, 16 of 17 graden, dus ook een hoge temperatuur. We gaan vooruit kijken. Zondag nog wel warmte, eerst warmte, 23 graden, later de buien en eh, als we kijken naar de avond en nacht ook nog altijd een paar buien. Op naar het weer van maandag en dinsdag, twee dagen met een gemiddelde temperatuur rond 20 graden. In het noorden vooral een paar buien en buitjes, met name op dinsdag. Ja, en hoe het verder komt, ik denk dat we volgende week geleidelijk aan wel weer wat hogere temperaturen krijgen. Maar het is maandag en dinsdag dus net niet, net wel het echte zomerweer. Maar eh, een gemiddelde temperatuur van 20 graden, ach, en de zon erbij. Doet het ook wel aardig. Wat mij betreft, ontmoet, tot morgen.